business. We zijn aangekomen bij het landje, voor de derde keer inmiddels. Ten rust, alleen maar vogeltjes wat je hoort. En met een kaartje, we kunnen even laten zien hoe het landje eruit ziet. Hier hebben we de kaart. Dit is de vorm van het gebied. En we staan nu hier al. Deze rode lijntjes, daarbinnen mag gebouwd worden. Hier is het huis van de buren. Dus we gaan even een rondje lopen. Nou, vanuit deze hoek, hier zo langs, terug hier naar beneden. Hier naar de hoek. En dan zullen we waarschijnlijk buitenom hier door het bos moeten. Om hier alweer terecht te komen. Want zoals je straks zal zien... Er zijn een heleboel bosjes en wildgeroei. Dus nog niet helemaal begaanbaar. Dus daar gaan we. Dit is de grens van het gebied waar het omgeploegd is, dat valt er net buiten. En genoeg bomen in de omgeving. Is ook de grens. Die loopt hier bijna rechtdoor. Langs de schuurtjes. Mooi uitzicht. Daar komt ongeveer de zon op. Die kant. Schuurtjes van de buren. Dat is het huis van de buren. Dat zijn de enige buren in de nabije omgeving. Er zijn wel twee dorpjes in de buurt. Ferro en Paraboa. Ligt op 3 kilometer ongeveer. Lavendels. Nog meer lavendels. Dit is dus ongeveer het gebied waar we mogen bouwen. Moet 10 meter van de grens af zijn, van de afscheiding.
hier ongeveer zou dus een zouden we mogen bouwen met een voetafdruk van 180 vierkante meter. Dat is volgens mij 3% van je totale landoppervlak.